kijkers thuis. Welkom bij het programma Muziekcollege met Ave. In dit programma ga ik jullie op zoek naar de artiest en de gedachte van het liedje. En wil ik de volgende vragen beantwoorden in dit college. Wie is deze artiest en waarom is dit nummer gemaakt? Vandaag bespreek ik met jullie een zangduo, Nick en Simon. Het zangduo uit Volendam. Het duo werd bekend door een real life show van hun grote vriend Jan Smit. In 2004 deed Nick mee aan Idols en werd uiteindelijk 11e. In ditzelfde jaar deed Simon ook mee aan Idols, maar werd bij de voorrondes alweer helaas uitgeschakeld. Simon was eerst achtergrondzanger bij Jan Smit en heeft ook nummers geschreven voor hem. In 2006 zorgde dat voor een doorbraak. Ook het debuutalbum Nick en Simon was een groot succes en bereikte de top 10 van de album Top 100. Dit album heeft inmiddels de platina, is de term platina status bereikt. Dat wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaalde uitgave, album of single een bepaald aantal exemplaren verkocht is. Een album of single wordt in Nederland met platina onderscheiden. Als het volgende aantal exemplaren is verkocht. Als er 80.000 singles zijn verkocht, of als een album populair is, 40.000 exemplaren, of een muziek-dvd van maar liefst 10.000 exemplaren. In 2009 namen Nick en Simon deel aan het programma De Beste Zangers van Nederland. Ook waren ze coaches van het talentenprogramma The Voice of Holland en The Voice Kids. Nick en Simon hebben natuurlijk ook vele succesvolle tv-programma's gemaakt. Onder andere The American Dream, die Zuid-Afrikaanse droom. En ook reizen ze af naar Engeland en Ierland en de VS. Dit deden ze samen met ook een grote vriend van hen, Kees Tol. Ook wonnen Nick en Simon vele muziekprijzen, zoals een zilveren harp en een gouden platina. Nou, dat heb ik jullie natuurlijk net uitgelegd wat dat was. Hun grote muziekinspiratiebronnen waren Simon en Garfunkel. Nu ga ik met jullie het nummer Pak maar mijn hand bespreken. Het nummer werd uitgebracht in het jaar 2007 en werd overigens de soundtrack voor de film De Scheepsjongens van Bontekoe. Dit nummer is gemaakt met de gedachte dat we hulp van andere mensen moeten aanvaarden. Het nummer kwam uit op 24 november 2007 en kwam binnen in de single top 100 op nummer 1. En bleef 23 weken in de lijst staan. Dit lied is gemaakt met de gedachte dat we in moeilijke tijden elkaar hard nodig hebben. En altijd steun voor elkaar nodig zullen hebben. En dat we ook met opgeheven hoofd van de dingen mogen genieten. En dat we ook naar dingen mogen kijken die we eerder niet zagen. Tot zover dit muziekcollege. Ik hoop dat jullie nu meer te weten zijn gekomen over deze artiest en de gedachte achter het nummer. Maar wisten jullie ook dat je bij Philadelphia je eigen muziekpaspoort kunt invullen? Nou, dat kun je doen op www.philadelphia.nl/hallothuis. Klik ik dan op terugkijken en zoek dan op muziekpaspoort interviews. Nou, ik zeg tot volgende week!